maar ik ga niet altijd. Want ik dacht, ja, je moet je tijd een beetje verdelen. En als ik op alle feestjes zou rondhangen, dan krijg je, dan heb je hem weer, weet je wel. Dus, ja, dat gaat lukken doen, maar dat wil je natuurlijk niet. Dus je moet soms keuzes maken. En dat is als je dat vak hebt, want ik heb waar je veel weg bent. Dan maak je een keuze tussen wat vind ik leuk, want ik word op heel veel feestjes uitgenodigd waar ik graag zou willen zijn. Maar dan denk ik, ja, ik ben ook nog papa en ik ben ook nog echtgenoot en ik moet ook mijn werk nog doen. Ja, hoe laat je de balans doorslaan? Vandaag, ik kom wel terug van dit weekend, mijn oma is er afgelopen week overleden en ik was gisteren in Italië en heb daar gisteren mijn omaatje begraven. Toen kwam ik vandaag thuis en toen dachten de kids van, hey, we gaan wat leuks doen met papa, zullen we naar de film? En toen dacht, papa moet werken vandaag, we gaan naar de filmclub dan. En dat vind ik ook leuk om te zijn, dan had ik voor geen goud willen afzeggen. Maar dat zijn dus die keuzes die je moet maken. En dan ben ik niet met je vraag, maar zeg, jij gaat een feestje of zo? Nee, ik dacht dat we op mijn feestje wel leuk doen. Ja, dat wil zeker worden uitgenodigd. Of je kan, dat weet ik niet, maar uitgenodigd. Ja? Ik kom graag nog naar boven, dus dat is echt wel leuk. Goed, volgende vraag. Ik moet naar Marco. Welke eigenschappen vind jij belangrijk in een persoon? Welke eigenschappen vind je belangrijk? Ik vind het belangrijk dat iemand zichzelf kan zijn. Het mooiste van mensen is, ieder mens is uniek. Dus wees jezelf. Weet je, vaak denk je van, ja, maar dat is een mooi persoon en dan proberen mensen zich een houding aan te meten die niet bij jezelf past, maar wees jezelf. Want als het goed is, ben je zelf mooi genoeg. En dat moet je laten zien. Dus ik vind als mensen zichzelf zijn, dat vind ik fijn. Want dan leer je mensen ook echt kennen. En want als je aan een rol probeert te voldoen, dan val je vroeg of laat toch uit die rol vandaan. En ik vind dat mensen, en dat hoort eigenlijk ook een beetje bij elkaar, eerlijk moeten zijn. En energiek. Weet je, het kan best zijn, het leven is niet eerlijk, hè. Het is niet eerlijk verdeeld. En sommige mensen krijgen dat met meer tegenslagen te maken als anderen. Maar het is hoe je met die tegenslagen omgaat. Het gaat erom hoe je, sommige mensen, ja, die dragen het leed echt met zich mee. En als je dat ook uit en je hebt het leed echt de hele dag op je tong, dan wordt het zo vermoeiend voor iedereen. Dan is het voor sommige mensen ook in je omgeving heel lastig om je te helpen. Dus ook als, je kunt ook zeggen, nou ja, oké, dat is me eenmaal overkomen en ik heb meer pech als een ander. Maar ik ga ervoor en ik pak de dag weer op en die beginnen elke dag weer opnieuw. Dat vind ik een eigenschap in mensen, ondanks dat het moeilijk is, hè, want het is voor mij veel makkelijker. Ik heb veel minder tegenslagen gehad, ik heb een goede en stabiele jeugd gehad en dat heeft niet iedereen. Dus het is voor mij ook makkelijk om dat te zeggen. Aan de andere kant zie ik ook mensen die het zwaar hebben, maar die er wel voor gaan. Die toch niet zoiets hebben van, oké, ik heb het moeilijk, ik heb het zwaar, maar ik ga ervoor. Dat is iets wat ik erg waardeer in mensen. Ja?